We gaan dus 19 november die training experience design geven. Die zal ik hieronder nog linken. En daarvoor moet ik door al onze oude games en experience heen duiken. Die zitten hierachter in die kistjes. En dan kon je best wel gave dingen tegen. En ik word even teruggevoerd naar eentje. Nijmegen de Game, ik denk 2018. En dan moet ik toch even het beginnetje ga ik even met jullie delen. Even kijken. Deze. Kijk. De grap was, hoe kan je nou verhalen over een stad, en wat mij betreft een stad met best wel prachtige verhalen, op zo'n manier met mensen delen dat ze hem echt meemaken. Daarvoor, samen met Tim Schoonhoven en later een steeds groter team, hebben we Nijmegen de Game bedacht. Maar hoe krijg je mensen nou mee anders dan dat je een standaard uitnodiging stuurt? Wat we toen gedaan hebben, zijn deze kokers door de stad heen hangen. En daarop staan namen van historische Nijmegenaren. Dus als jij door Nijmegen liep en je vond zo'n koker, dan kon je die meenemen en openmaken. Er hingen 40 kokers door de stad heen en die maakte je open. Dat was dan gelijk je toegangstest door even slim na te denken. Nou, ik heb één voorbeeldje hier. Hier staat Jan van Hoof op. Nou, Google hem. In ieder geval tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke verzetsfiguur uit Nijmegen. Als je die naam zag en je pakte dan zijn geboortejaar, in dit geval 1922, en je deed dat, die code invullen op het slotje, dan ging de koker open. En als je die koker openmaakte, bam, dan kwam er natuurlijk wat uit, als je tenminste goed kon schudden. Als je dat niet kan, dan moet je eventjes klooien, dan kwam er wat uit. Een zakje, want het moest wel waterdicht, met daarin enerzijds een verhaal over wie Jan van Hoof dan was, anderzijds een houten bordje met een telefoonnummer. En als je dat nummer belde, dan werd je een avontuur ingesleept van 4 hoofdstukken door de geschiedenis van Nijmegen, waarbij je muren hebt moeten openbreken, hebt moeten schatgraven op de stranden, op de toren van de Sint-Stevenskerk hebt gestaan. En hoe dat is begonnen, dat vertel ik lekker niet. Dat kan je misschien in de training aan de weet komen. Maar op deze manier mensen meesleuren in een avontuur, dat werkt. Wil je bij de training zijn? Hieronder staat de link waarop je je kan aanmelden. Wie weet, tot dan. Er zijn nog 4 plekken vrij. Dus hopelijk tot dan.